vanuit het Happiness Bureau zijn we bezig met het vergroten van werkgeluk in organisaties. Dat betekent dus het vergroten van werkgeluk, maar ook dingen veranderen die mensen ongelukkig maakt. En een van de voorbeelden daarvan is het beoordelingsgesprek. We zien de afgelopen jaren dat steeds meer bedrijven en organisaties kijken naar een alternatieve vorm voor het beoordelen en het met elkaar in gesprek gaan. En het Go-Grow-spel is daar uitstekend voor. De oude manier van beoordelen gaat te weinig in op de passies, talenten van medewerkers. Te veel eenrichtingsverkeer. Echt kijken naar wat er fout is gegaan. En dit spel biedt een hele mooie mogelijkheid om op de juiste manier de dialoog te hebben. Om te kijken naar sterke punten, naar passies. En daarmee ook een vergroter van het werkgeluk te zijn in de organisatie. Standaard loopbaangesprek was inderdaad alleen maar één rechtsverkeer. De medewerker of de leidinggevende zei, dit doe je niet goed, dat doe je niet goed, dus is en zo. Uiteindelijk bij de medewerker gaat de linkeroor erin en de rechteroor eruit, want de mensen zijn daar niet geïnteresseerd door. Zijn met een aantal mensen om de tafel gaan zitten van, goh, wat moet er dan eigenlijk gevraagd worden in een goed functionerend gesprek? Waar moeten we dan antwoord op gaan krijgen? En al snel bleek dat dat niet alleen ging dat je moest groeien in de hoogte naar een andere functie of moest dat er alleen maar naar prestaties in werk gekeken moest worden. Maar dat er ook ging gekeken worden naar een stukje talent en hoe kan ik me maatschappelijk ontwikkelen. De ervaringen zijn dat de mensen veel enthousiaster werden. Snel zagen we zelfs het ziektebezuin omlaag gaan. Doordat op het moment dat je mensen meer ruimte geeft en dat ze meer met andere talenten mogen doen als die ze alleen maar nodig hebben voor hun werk. Dat ze meer gaan stralen in hun werk, meer passie. Collega's willen onderdeel worden van om iets te laten slagen. Dus ook de teamgeest ging vooruit. Dus eigenlijk alleen maar positieve resultaten.